Op de set staan met Willem-Alijn is heel leuk. Je voelt wel al direct dat dat een rock'n'roll film gaat worden. Ik vind Willem een hele fijne man en een hele goede regisseur. Ik heb daar heel graag mee gewerkt. Willem is fijn, Willem is rustig, Willem is, wist heel goed waar hij naartoe wou. Het was zeer aangenaam om met Willem te werken. Ik heb het hem daarna ook gevraagd van en? Wat vond het ervan om met mij te werken? En natuurlijk was dat super wederkerig. Willem-Alijn was verschrikkelijk om mee samen te werken. Hatelijk persoon, narcist, egoïstisch. Egomanisch, luistert naar niemand. Sorry voor alles. Nee, Willem was een van de meer aangename mensen op de set. Ja, ik ken weinig mensen met zoveel natuurlijke energie die dat op zo'n manier op een heel ploeg kunnen loslaten. Dus ik vond dat heel plezant. Wel, Willem-Alijn is een moeilijke gast om mee te werken, omdat je nooit weet of dat hij echt gelukkig is met wat hij ziet, want hij staat de hele tijd te babbelen aan de regietafel met de acteurs, met de crew, met de cast, met de stagiairs, met de vrienden van de stagiairs. Dus je weet het nooit niet goed wat hij echt wil.